Zorgverleners zijn ondergewaardeerd en worden gedwongen om te werken in deze omstandigheden. Het beleid naar de zorg toe laat de wensen over. Een collectief standpunt vanuit het panel tijdens de paneldiscussie met als thema de gezondheidszorg in Suriname. Er is nooit geld om dingen te doen voor de samenleving, maar er verdwijnen wel gelden. Miljoenen, grote bedragen verdwijnen wel uit de staatskas. Hoe kan dat? Verpleegkundigen gingen in op de verhoging van de bevoegdheidsverklaring van 250 SRD naar 1000 Amerikaanse dollars. Ze stellen collectief dat dit ondoordacht is en mogelijk kan zorgen voor de instorting van de gezondheidszorg. Het is de taak van de regering om te zorgen voor voortdurende ontwikkeling in de zorg. Echter, laat dit te wensen over. Maar die 3000 dollar minister, het gaat die mensen niet weerhouden om weg te gaan. En die weinige specialistische verpleegkundigen die we hebben, gaan weg en onze gezondheidszorg gaat in elkaar storten. Elke keer als ik de minister van Volksgezondheid zie in de media, is het om een of andere maatregelen aan te kondigen die mensen, waarbij hij mensen moet pesten. Is dat het doel van de overheid? Ik denk het niet. Als overheid moet je dingen, moet je zaken in orde maken zodat je mensen hebt die, weet je, prettig kunnen leven. Mensen moeten het beter hebben. Maar je kan niet dingen doen om mensen hun levens niet zuur te maken. In tegenstelling tot het bovengenoemde, zei volksgezondheidsminister Amara Madin dat deze kwestie politiek geïnterpreteerd wordt en voor verwarring zorgt. Daarop zei Ashna Kanhai dat het ministerie een gebrek heeft aan behoorlijk bestuur. Er wordt gerefereerd naar die regering, die minister. Die regering heeft de mensen weggestuurd. Het is onterecht, het is incorrect. We moeten correct de zaken brengen. Als u het niet weet, moet u het niet zeggen, maar dan moet u onderzoek gaan doen. Dus minister, nogmaals, arrogantie siert een faciliterende bestuurder niet. Behoorlijk bestuur betekent, u bent daar geplaatst om het bestuur te doen. En een onderdeel van dat bestuur kan niet zijn een repressieve maatregel. Noemt u het geen repressie? Het zijn wel uw woorden wanneer u zegt, het is een maatregel. Alles dat dwingt is een maatregel. De panelleden gaven de minister mee om tactvol beleid te maken en de juiste maatregelen te treffen voor verbetering van de gezondheidszorg.